Zaterdag 27 april vierde heel Oranjegezind Nederland de 52e verjaardag van onze koning Willem-Alexander. Zo ook in wijkcentrum De Velder in Ede-Veldhuizen. Veel vrijwilligers hadden zich ingezet om dit voor jong en oud een onvergetelijke dag te laten zijn. De aanwezigheid van de burgemeester en de heidehoogheden onderstreepte het belang van de stimulerende rol die wijkcentra in de gemeente Ede vervullen. Een gezellige dag, mevrouw, Koningsdag. Een hele gezellige dag, ja. Ja. Wat trekt u aan deze dag? Nou, vooral deze markten, hè. Dat vind ik altijd heel erg leuk om daar even op rond te lopen. Dus. Maar u heeft nog lege handen. Ja, we zijn ook maar net begonnen. Want we zijn vanmorgen wel geweest, maar toen goot het van de regen. Dus, ja. Hoeveel heb je al verkocht? Bijna de helft, denk ik. Oh, dat is... Gaat hard. Dus je bent bijna los? Ja, bijna wel. Voelt u zich vandaag ook een beetje jarig? Een beetje wel. We staan wel een beetje in het middelpunt, nu al. Dus dat is wel leuk. Zijn de Edenaren een beetje feestvierders? Ja hoor, als u goed kijkt. Oh, nou is hij gestopt met dansen. Hij was heel leuk aan het dansen. Nou was er vanmorgen een portret van het koninklijk gezin. Wat viel u op? Nou, wat mij opviel in de gauwigheid, ik heb het niet heel uitgebreid bekeken, is dat de oudste dochter zo gegroeid is. Ze is ongeveer even groot als Maxima. En ja, ik hoop dat ze het ook nog steeds heel leuk vindt om met haar ouders op stap te gaan. Welke rol speelt dit centrum in de wijk? Gewoon de huiskamer in de wijk, waar iedereen het altijd terecht kan. En voor heel eenvoudige ontmoetingen of tot en met een hele sterke cursus. Maar vooral die ontmoeting die is erg belangrijk, want is in een toenemende mate zijn er een aantal mensen echt eenzaam. En daar willen we wat aan doen. We hebben een heleboel vrijwilligers, maar niet iedereen is altijd even actief. Dat kan ook niet, want we hebben allemaal werk of oppassen. Dus er zijn nog steeds vrijwilligers heel welkom. Omdat we toch met die nieuwe opzet hebben echt veel mensen nodig. Ja, de meeste wijkcentra die worden gesubsidieerd. En terecht, denk ik, want je hebt een heleboel activiteiten van vrijwilligers, van andere mensen. Het voorkomt ook een heleboel. Hè. Natuurlijk, je haalt mensen uit hun isolement. Ze kunnen zich hier zelf kwijt. Ze doen dingen met elkaar. Anders krijg je die kosten toch als maatschappij. Maar wij kijken als college wel heel zorgvuldig als je moet bezuinigen. Dat je dat niet op de verkeerde plekken doet. En als het even kan, probeer je natuurlijk wijk- en buurtcentra waar die nodig zijn en waar ze druk zijn. Probeer je dan zoveel mogelijk te ontzien. Het is jammer genoeg vandaag een beetje tegengevallen qua weer. Waardoor er minder bezoekers en minder kleedjes liggen. Maar als je kijkt van de saamhorigheid zoals ze dat doen, fantastisch. Meneer Verlaar, u bent toch eigenlijk wel een klein beetje de spil van dit wijkcentrum. Hoe bevalt dat? Uitstekend. Ja, ik mag het ook heel graag doen. Ik vind het leuk werk, voor klaarstaan voor de vrijwilligers. En vooral zoals een dag als deze. We zijn de beste hamburgers van Ede? Bijna. Als ik ze bak wel. Ja, zonder meer. Ik denk dat het voor mensen op leeftijd heel veel betekent. We hebben koffie, inloop, open maaltijden, biljarten, punniken, breien, breiklub, klaverjassen. Dus het is een heel druk buurtcentrum. Vindt u het belangrijk, de rol van een wijkcentrum? Ja, dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, wat doet u daar? Nou, zelf doe ik daar niks maar op dit moment. Maar er wordt wel heel veel gedaan en dat vind ik wel belangrijk. Ja. En u? Ja, de wijkcentra, daar moet nooit op bezuinigd worden. Er moet eerder meer faciliteiten, want iedereen kan daar gebruik van maken. En dat gebeurt ook geregeld. Dus wat dat betreft is ook dat ze dit organiseert toch geweldig. En al jarenlang. Wat vind je van dit feest? Ik vind het heel leuk en het is gewoon gezellig. En kraampje, ja. Ik heb een speaker gekocht, een VR-bril en voor de rest niet. Denk je dat je moeder daar blij mee is? Dat weet ik niet. Denk het wel. Nou, ik vooral.